In het zigeunerkamp bij het Brabantse dorpje Gerwen ligt de bakermat van de evangelische zigeunerzending voor Nederland en België, ontstaan sinds de enorme opwekking onder zigeuners die in 1950 in Frankrijk begon. Sinds die tijd gaat er een golf van Gods liefde door dit volk heen, speciaal in West-Europese landen. Gemiddeld wordt het aantal wedergeboren christenen onder de zigeuners geschat op 0,5%. In sommige delen van Europa is dat nu al 5%. Zigeunerpredikant Vetela Schäfer vertelt over zijn leven en hoe hij met het evangelie in aanraking kwam. U heeft als kind met uw oude zoon getrokken als zigeuner. Ja. Kunt u aan het kort iets van vertellen van zo'n leven? Ja, daar kan ik heel hoop van vertellen. Ik bedoel, toen we vroeger hebben gereden hier in Nederland met paard en wagen. Ja, ik begon er toen, was ik al een jaar of 5 oud. Dat ik me kan herinneren toen papa dan over het hele land ging reizen dan met paard en wagen. Toen gingen we dorp op dorp, stad op stad. En wij zochten dan de mooiste plekken zochten we dan op. En dan gingen we fijn staan. En ja, het was fijn. We hebben gelukkig toen die tijd geleefd. En vader ging een beetje handelen, moeder ging een beetje de boer op. Het was gezellig. Dat was fijn. Wat verkocht uw moeder? Nou, klanten of twee, elastiek, schoenveten, skant, et cetera. Ik bedoel. U bent op een gegeven moment met de zigeunerzending in aanraking gekomen. Ja. Kunt u eens in het kort vertellen hoe dat gegaan is? Nou, in het kort vertellen. Op een dag kwam broeder Nene uit Frankrijk. Kwam hij bij ons in Gerwen. Stonden we hier met een man of 10 ongeveer, 10 jaar gezinningen. En ik kwam prediken op een avond. Dan maak ik er s'avonds een vuurtje. En zei, jongens, als jullie mijn gitaar hebben bij zich, die wil voor jullie te vergeten gaan verkondigen. Ja, we dachten, wat brengt die nou? Hè? Wij wisten wel dat het over de Heer gaat, maar hoe en wat houdt het in voor hem en wat komt die brengen? Hij wist wel dat het over God was. Nou, en toen hebben we dan vuur gemaakt en dan begon hij te zongen. Ik ben zo blij, Jezus redt mij. Al die kinderen, je weet, onze kinderen allemaal erbij drukken. En ja, en we houden nogal van muziek en wij met de gitaar erbij. En dan begon hij te prediken van Jezus. Nou, wij zeiden allemaal, ja, wat hij brengt is goed. En wat hij zegt is de waarheid. Dat begrepen we heel goed. Maar in drek. Namen wij dat niet aan, weet je wel. Wij zeggen, ja, kom, goed, we maken dat niet, dit, zus, zo. Wij blijven hoe we zijn. Nou, om de heel lang verhaal kort te maken. Toen is die man een jaar of 5 gekomen. En toen was er eentje van ons, die heeft zich dus overgegeven. En later door, dat is broeder Sani. En hij heeft het woord gezaaid. Dus hij zich ene, is gedoopt en overgegeven. Toen daar, kort na, hebben we dan een kerkje gebouwd. Daarna hebben we dan een klein kerkje gebouwd. En wij gingen dan toch, wij, Sani en met ons groepje, gingen we toch de kerk in. En, prediker hadden we toen die tijd dan nog niet. Broeder Nene kwam dan, 1 keer per jaar kwam hij dan hier in Nederland. En daaraan is het zo zachtjes aan groeien gegaan. Weet je wel? En het ging niet vlot. Langzaam, maar toch zeker. En nu zijn we met een celletje ongeveer van, is dat gegroeid tot en met een klein 100 man. We hebben hier een kerk gesticht, dan toen Nene dan. En we hebben dan een kerk in Maasbracht. Ook met een gezin van 5, 6 mensen, zo gedoopt. Latje Ben Groenholz, vader van een andere zigeunervoorganger, kan zich nog steeds niet helemaal schikken in het feit dat het leven van reizen en trekken voorgoed voorbij is. Hij voelt zich als een gevangen vogel in een kooitje en loopt nog altijd te mijmeren over de tijden dat hij met vrouw en kinderen rondtrok door België, ook al mocht hij nooit lang op 1 plaats blijven staan. Maar moeilijk kan hij afscheid nemen van zijn ponywagentje en van de paarden die zo'n belangrijke rol in zijn leven gespeeld hebben. Wat betekenen paarden voor u? Ach ja, daar ben ik in geboren met die paarden, hè. En dat is mijn hobby, hè. Een auto, dat interesseert me niet. De paarden, dat is mijn leven, hè, de paarden. Lekker als vroeger. Hoe ging dat nou eigenlijk vroeger? Vroeger, ja. We moesten ook een beetje commerce maken met de paarden om te leven, hè.
En we deden een beetje in de woonwagen toe, ruilen en handelen. U heeft een grond getrokken met paard en wagen, hè? Altijd, ik ben erin geboren in een wagen. Maar hoe ging dat nou eigenlijk? Ik denk dat heel veel mensen dat nog wel eens zouden willen weten. Is het nou niet zo dat met zoveel mensen in zo'n kleine wagen het eigenlijk geen manier was van leven? Voor ons wel. Want wij waren rijk in die tijd, hè. Alleen rijk, dat was onze vrije leven, hè. Wij wisten van niet beter, hè. We waren arme mensen, wat wij bezatten, dat was ons woonwagens en ons paardjes, hè. Dat was ons rijkdom. Wat en dan muzikanten erbij, hè. Wat voor werk deed uw vrouw? Ja, mijn vrouw die maakte zelf bloemen, hè. Van papier, hè. Bloemen, hè, van papier, maar iets moois, hè. Ik dacht dat ze echt waren, hè. Ze kon dat verkopen bij de mensen, zo, hè. Hoe groot was uw gezin eigenlijk? Ik had 9 kinderen. In de oorlog hebben de nazi's ontzettend huis gehouden onder Joden, maar ook onder Zigeuners. Ja. De Zigeuners en de Joden moesten ze hebben, hè. Die moesten ze hebben, hè. Heeft u zelf ook familie, vrienden en kennissen verloren? Zeker. Veel, veel. Ach jongen, honderden heb ik gekend die de Duitsers meegedaan hebben. Maar wij, we waren machteloos en we waren zonder nationaliteit en dat de Duitsers. En op de laatste tijd hebben ons de Belgen dan de ministerie zelf, zo gezegd, in de hand van de Duitsers gegeven. Hè? De ministerie zelf. Had u een speciaal ausweis? Ja, ik had de eerst papieren voor 3 maanden, moest ik alle 3 maanden verlengen en afgeven. Maar op lasten kreeg ik dan echte zigeunerpapieren, daar stond erop, zigeunerkaart. Hè. In Frans en in Vlaams, hè, stond erop, zigeunerkaart. Hè. En die, wij wisten, maar als ik die papieren gekregen heb, heb ik gezegd, ja, ik zeg, maar je bent toch nog niet slim genoeg voor mij, hè. Omdat erop stond zigeunerkaart, ik zeg, hola. Hè, niet meer. Laten zien, hè. Weet u ook wat ze over het algemeen voor geloof zigeuners hebben? Ja, ik heb nog in deze tijd, in deze moment, hebben we een verschil van het geloof. Hè. Wij zijn van hier, hè. We zijn evangelisten, hè. Evangelie, hè. Maar wij geloven maar alleen aan Jezus, hè. Niet aan lieve vrouw, hè. Maar je hebt nog altijd zigeuners die op de lieve vrouw geloven, hè. Die gaan naar de bedevaart, naar in Frankrijk. Dat is maar kun je wel zeggen dat het over het algemeen een diep religieus volk is? Zigeuners, dat is de gevoeligste mens die bestaan op de wereld. Hoe bent u in aanraking gekomen met het evangelie van Jezus Christus? Ja, omdat ik een schoenbroer had die naar hier gegaan is en die is genezen geweest van hier. Ja, en mijn vrouw het ertoe willen doen en mijn vrouw zou plassen hier beginnen lam te worden zo, hè. En dan is mijn vrouw naar hier gegaan en later ben ik ook gegaan en dan is onze hele familie naar hier gegaan, hè. Ik heb er niet mee begonnen hier en dan hebben ze allemaal gevolgd, hè. Is dat geweest omdat er een zigeunerzendeling gekomen is? Ja, zeker, zeker. Dat bestaat al meer of 30 jaar dat de zigeuners, dat ik weet, die bij de hier zijn in Frankrijk en die zijn dan hier overgekomen, hè. Die hebben dat in België en in Nederland gebracht, hè. Het geloof van Jezus. Wat betekent voor u zelf nu Jezus Christus aanvaard te hebben? Dat is de mooiste wat bestaat. Onze geloof, dat is de mooiste wat bestaat. Onder auspiciën van de FIBC, een evangelisch zendstation, werd op 5 april in de Rehorst te Ede een bezinningsdag gehouden over de mogelijkheden zigeuners over de hele wereld per radio met het evangelie te bereiken. Vanzelfsprekend ontbraken zigeunerkoor en orkestje niet. We zullen een lied zingen in het zigeunertaal. Ook al bloed voor het plesje. Dat willen we doen tot eer en glorie voor Jezus. Amen. Thank you.
bent hier bij elkaar op een bijeenkomst van de FEBC Radio. Sinds kort vertegenwoordigd in Europa. En ik wilde iets vertellen over de mogelijkheden die er nu zijn om zigeuners in de wereld per radio te bereiken. Zigeuners zijn bij elkaar zo ongeveer 40 miljoen over de hele wereld. En die leven voornamelijk in Azië en in Oost- en West-Europa. U ziet het hier op de kaart, dat met deze blokjes hebben we hier aangegeven, met één blokje, 100.000 zigeuners. Dat betekent dat dit grote gebouw wat u hier ziet staan, als het ware, vertegenwoordigt zo'n 3 miljoen zigeuners in India. U ziet hier ook in Rusland zijn zeker zo'n bij elkaar zo'n paar miljoen zigeuners. U ziet ook in Afrika betrekkelijk weinig, maar toch altijd nog zo'n paar honderdduizend zigeuners. In Oost-Europa ziet u een grote concentratie van deze hokjes, van deze vakjes, die erop duiden dat dit bij elkaar zo'n 10, 12 miljoen zigeuners in Oost-Europa zijn. Bij elkaar in Europa ook zo'n paar miljoen zigeuners, waarvan ongeveer een half miljoen in Spanje. Er liggen mogelijkheden om deze zigeuners per radio te bereiken, omdat de meeste van hen in landen leven waar je moeilijk als evangelist binnen kunt komen. Dus per radio is uitermate geschikt. Nou heeft de FEBC hier een zendstation op een eiland in de Stille Oceaan staan. Dat heeft op het ogenblik een mogelijkheid om met een groot signaal helemaal uit te zenden over dit hele continent wat u hier ziet op de kaart. Dat geeft een enorme mogelijkheid om in één taal ongeveer de helft van de hier aangeduide zigeuners te bereiken. 20 miljoen zigeuners spreken de Romanes taal, waarin de FEBC uitzendingen wil gaan doen. Deze zijn verdeeld over zo'n 37 stammen die onderling betrekkelijk weinig contact met elkaar hebben. Nou, dit geeft een geweldige mogelijkheid voor de christenen in Nederland om steun te geven aan de christelijke uitzendingen voor zigeuners over een groot deel van de wereld. Het is een vrij kostbare zaak, dat begrijpt u. En er is natuurlijk ook veel gebed voor nodig. De toehoorders die geboeid geluisterd hebben naar de enorme mogelijkheden voor zigeuner radio-uitzendingen willen van voorganger Balo Groenholz weten hoe de zigeunerzending nu eigenlijk is ontstaan. Het is in Frankrijk in 1950 is het begonnen door een merkwaardige wonder dat de Heer gedaan heeft. En het is heel vlug in Frankrijk rondgegaan en iedereen werd er aan verteld dat de Heer een wonder gedaan heeft. En het bleef niet in Frankrijk. En het is overgegaan over de grenzen. En in 1964 zijn de broeders in Nederland gekomen. En zo is de opwekking onder het zigeunervolk hier in Nederland begonnen. Het was in Gerwen en er kwamen de broeders heel enthousiast en veel vrijmoedigheid en ze vertelden ons van de Heer Jezus Christus dat hij dezelfde is gebleven en dat hij nog vandaag wonderen kan doen. En zo is het zigeunerzending ontstaan hier in Nederland. En wat willen we bereiken? Wat is ons doel? Het verder vertellen. Heel verder vertellen. En ik geloof dat we nu op een punt zijn aangekomen dat we ons helemaal in moeten zetten om het aan iedereen te vertellen. Er zijn heel veel zigeuners in de wereld die nog, waar het evangelie nog gebracht moet worden. En dat willen we doen. Daar zetten wij ons voor in. Met de leiding van God. En ik hoop dat we samen deze dingen mogen zien. Dat de Heere spoedig wederkomt. En dat Hij ons nodig heeft. Zigeuner als niet-zigeuner. Nodig heeft om mensen te bereiken met het evangelie. Ook het zigeunerzending Leven en Licht vanuit Nederland zet zich in om het volk te bereiken in Nederland, in België en door de hele wereld ons volk te bereiken met het evangelie. Met volle inzet reizen zigeunerpredikers door landen waar dit tenminste mogelijk is om hun medezigeuners met het evangelie te bereiken. Zigeuners staan open voor het evangelie van Jezus Christus. Dat is de laatste 30 jaar wel duidelijk geworden, vooral in West-Europa. Gebleken is dat de beste resultaten bereikt worden
als de zigeuners door hun eigen mensen in hun eigen taal benaderd worden. Maar vaak kan dat alleen nog maar per radio. Wat een enorme mogelijkheden liggen hier. Wij hopen dat u door deze uitzending wat meer inzicht heeft gekregen over een vaak vergeten volk dat sinds mensenheugen is vervolgd en veracht wordt, maar dat hongert naar de boodschap van liefde, vrijheid en gerechtigheid door Jezus Christus. Als u meer wilt weten over de Zigeunerzending of de radio-uitzendingen die de FIBC wil gaan verzorgen, dan kunt u schrijven aan Stichting Radio FIBC, Postbus 80, 6660 AB in Elst. Volgende maand hopen we u iets te laten zien over de zending onder de woonwagenbewoners in Nederland. Graag tot dan.